Welkom bij deze video. Vandaag geef ik je 1 tip over hoe je blijvend meer kunt eten. Je hebt het vast wel eens gehoord. Je moet meer spiermassa kweken, zodat je meer calorieën verbrandt. En dat is zeker waar, alleen ik ben ook eens gaan googlen en ik ben best wat vreemde getallen op internet tegengekomen. Zo zag ik dat sommige mensen beweren dat je 50 tot 100 calorieën per dag extra zou verbranden als je 1 kilogram spiermassa wint. Nou, ik heb het een en ander opgezocht en het gemiddelde wat ik vond was 12 tot 22 calorieën per dag extra als je 1 kilogram spiermassa wint. Maar vet daarentegen, wanneer je 1 kilogram vet hebt, gebruikt je lichaam hiervoor 6 tot 9 calorieën per dag extra. Oké, dat zijn geen schrikbarend grote getallen, maar stel we zijn 10 kilogram spiermassa aangekomen. Dan mogen wij iedere maand 3600 tot 6600 calorieën extra eten. En aan de andere kant, als wij 10 kilogram vetmassa zijn verloren, mogen wij dus iedere maand 1800 tot 2700 calorieën minder eten. Bedankt voor het kijken, ik hoop dat je wat aan hebt gehad. En wil je nou iedere week een video over vetverlies en fitness ontvangen? Abonneer je dan onder deze video of neem eens een kijkje op mijn kanaal, daar vind je de andere video's. Bedankt en tot volgende week.